een beetje dik advocaat erin, hè, als je hem zo ziet. Ja, maar een beetje... dat is het probleem. Weet je, ik heb echt mijn koor gespeeld. En koor is helemaal geen broede jongen. Koor is een hele aardige gozer. En die had vroeger ook vanzelfspot. Want bijvoorbeeld toen hij bij Excelsior speelde, heeft hij nog eens een keer een groot feest georganiseerd. 54. 10 jaar bankzitter noemde hij dat feest zelf. Overal zat hij op de bank. Maar het is best een aardige gozer, maar hij heeft zich nu, een houdingje aangemeten daar, nadat hij met advocaat daar voor zijn doen erg veel geld verdiend heeft. En nu acteert hij de topcoach en ik herken kapot niet meer. En het is gewoon, mensen die hem kennen, die lachen zich een onder ongeluk. Die denken dat het een parodie is. Ja, ze hebben wel met een op zijn kaartje, dat weet jij, hè? Dat daar komt je weer, ja, doe maar. Nee, maar daar staat ze bondscoach wc-pot. Serieus waar. Serieus waar. Echt waar. William Cornelis. Ik heb een thuis. Ik heb een thuis. Je blijft al maken. Ik vind hem ook leuk. Het is echt ongelooflijk allemaal. Hij heeft ons bij deze geholpen. Zometeen natuurlijk ook aandacht voor een man die daar veel op lijkt. Althans, Cor lijkt veel op je ene man. Heb je genoten dit weekend of niet? Dat vroeg ook veel mensen hier. Van Vergaal. Ja. Nou, de Vergaal. Ik show op tv. Ja, maar. Die is te vergelijken met zo'n hele dag van het CDA. Fantastisch. Nou, ja, als je toch. Maar zo mooi. Het is leuker dan Koen Vloed. Jij Vergaal. Jij bent presentator. Ja. Hoe zit jij daarnaar te kijken? Die man wordt gewoon. Die wordt gewoon toegesproken. Ja, alsof hij de kleuterschool net afgemaakt. Wat ik het mooiste vond is dat die man ook ging nadenken. Dat hij zei van ja. 74. Ja. Hadden ze gewonnen. Niet Breitner. Niet Beckenbauer. Wisten ze dat? Ja. Zei die elke keer tegen die man. En dan zei die man deed al zo. Ja. Ik heb helemaal blind gelegen. Ja,
het vroeg je op een gegeven moment een beetje over hoeveel Bayern geworden is. Toen ging iemand nog gokken ook. Die zei ze gingen wat op en neer. De wedstrijd is leuk, die mannen hebben gehumeld. Eén keer had hij moeten zeggen bij wie zijn ze dat? Bij ja had hij nee moeten schudden. Had hij gek geworden. Ja. Had hij gek geworden. Nee, maar ik... Je zit... Ja, maar schaam jij niet een beetje? Dat iemand zo zit te praten. Nee, hey, maar het is toch... prachtig dat hij dat normaal vindt. Ja. Hij vindt dat heel normaal dat hij zo iemand toespreekt. Ja. Want hij zit boven op die troon en hij kijkt neer op het klootjesvolk. Hij en er zit zo'n nul van een presentator. Constant vragen! Jij hebt met hem gevoetbald. Ik heb hem nog in de tijd dat hij bij Sparta speelde. Volgde ik hem ook. Ja. Als verslag heb. Hij is altijd zo geweest. Ja. Ja. Het is echt, hij is niet veranderd. Er werd ook bij die boekpresentatie gevraagd op wat voor speler leek het. Toen zei hij op Van Bommel, maar dan met meer overzicht. Ja. Dat hij zo'n bandje om had. Dat als hij eruit was, dat hij opgepakt zou worden. Slechts alleen de middencirkel kwam die uit als die gewisseld werd. Ja, dat kwam niet meer. Maar dat kon niet anders. Mas, ga uit. Kom op, hé. Nou, ik vond wel dat Louis aardig kon voetballen. Ja, hij kwam wat tempo tekort, maar had Jules wat meer loopvermogen gehad, dan was het echt een goede voetballer. Ja. Inzicht, hij had overzicht, hij kon aardig ballen. Ja, maar dan ja. Maar hij wist ook op jeugdige leeftijd, wist hij dat beter dan welke trainer dan ook. Hij corrigeerde de trainer ook, hè? En ook met zijn hoofd schudden, hè, van... Wat ben je nou mee bezig zo, hè? Deze trainer in de dugout, hè? Ja, dan zou je toch vermoorden. Ja, vertelde gisteren wat verhaal. Wat vond je van Ivo van Marlaert lossen? Wat vind je van het verhaal dat Louis van Gaal alle spelers heeft gefeliciteerd bij Bayern? Dat ze nog een jaartje extra met hem mogen werken? Ah, dat vind ik humor. Dat vind ik humor. Ja? Ja, weet je wat nou het leuk is? Kijk, er zijn dus mensen Halloween de kerst. Ja, Louis haalt daar nog 40 kersten. Die,
dat hebben die bekkenbouwer, die heunies en die roemenieken natuurlijk zelf gedaan. Die hebben de loftrompet over die man opgeblazen. Die hebben hem 100.000 virussen reet gestoken. Die is natuurlijk ook in zichzelf gaan geloven. Maar je kan nu niet na een paar nederlagen meer zeggen van, nou, het is toch niet wat we ervan verwacht hadden. Ze hadden beter een beetje ook kunnen zeggen, we hebben een goede Robbe. We hebben een goede Ribéry, we hebben een goede Van Bommel, we hebben een goed elftal. Maar nu hebben ze alle lof naar Van Gaal hebben ze. Spelen ze. Ja, ze verliert maar zo. Ze spielen auch zu Hause schon mal. Ich glaube, sie spielen auch zusammen. Tennis, Golf oder was? Na. Tennis? Ja, das können wir besser nicht. Haben wir einen wunden Punkt getroffen? Louis ist ein Gewinner. Und wir immer gewinnen. Und ich, wenn wir privat Tennis spielen oder andere, dann, ja, für mich ist das ein Spiel. Ja. Yeah. Und ich will Spaß machen. Mm-hmm. Ich will nicht immer gewinnen. Das ist für mich nicht interessant, aber das ist eine andere, wie heißt das? Welt. Eine Welt. Ja. Lassen Sie mich raten, da Sie im Gegensatz zu ihm eher die Diplomatin sind, lassen Sie ihn gewinnen. Ja, Mann. Duitsland ook niet gewend en
alles is leuk. Alles wat die twee doen is leuk. Beetje wat jij in Nederland hebt, zeg maar. Zo leuk worden ze nooit. Nee, dat vermoeden had ik al. De vorige uitzending van jullie heeft me al wat losgemaakt, geloof ik, in Rotterdam. Want, dat gevoel van meneer Bos, Wouter Bos als eventuele commissaris, dat is wel een gevoel wat aanslaat. Ja, nou, het was niet helemaal bedoeld voor de vertelde ronde, nee. Maar vertel, hoe zit dat dan? Nou ja, dat is een serieuze optie. Om hem te benaderen als commissaris. Maar hij is een beetje beledigd geweest. Omdat hij in het verleden bij de grote kale leider zich had gemeld. Ja, en toen was hij 15 jaar geleden. Toen die Kamerlid werd. Ja, maar dat zat toch wel een beetje diep bij hem, maar. Ze gaan hem nu benaderen, denk jij? Dat sluit ik niet uit. Oké. Ze gaan natuurlijk hier dat uit vanuit die investeerdersgroep. Gaan straks een paar mensen in de Raad van Commissarissen zitten. En ze hebben ook wel behoefte aan een financieel expert, laten we zeggen, die wat onafhankelijker is. Dus daar kan in die raad van commissarissen zou ook wel eens iemand mogen zitten die naar buiten uit kan treden als boegbeeld van. Het zijn een stelletje harken, zeg. En dat kan nu wel. Ja, dat kan zeker.